Omroep Land van Kuik. Het Easter Open is een internationaal jeugdvoetbaltoernooi, gespeeld op verschillende locaties, ook in het land van Kuik. Ongeveer 20 jaar loopt het nu. Het is begonnen met een serie oefenwedstrijden in Sint-Tunis, door Tini Vergeemert georganiseerd destijds. En uitgegroeid tot een toernooi waar 300 tot 400 teams aan deelnemen ondertussen. En zoals gezegd gespeeld op 10 plus sportparken. Met teams vanuit Europa en zelfs van over de hele wereld. We hebben nu ook Jamaica erbij en Zuid-Afrika, maar die spelen in Oost. Dus een heel mooi deelnemersveld. Hoe komt het dat het in één keer zo populair is? Want ze doen echt heel veel landen aan mee, hè? Ja, daar is de kracht denk ik van Tini. Die heeft heel veel connecties opgebouwd door de jaren heen. De juiste personen getroffen. In Engeland en vooral in Denemarken een prima contactpersoon. Een bureau wat teams voor hem aantrekt en regelt. Daarnaast is zijn kracht om deze teams goed te huisvesten, wat natuurlijk ook een hele opgave is, want van hier tot ver in Duitsland zijn alle jeugdherbergen, hotels zijn allemaal volgeboekt om die teams onderdak te kunnen geven. Daarnaast hebben we hier goede velden, goede accommodaties en kunnen we de teams heel veel bieden, waardoor ze terug blijven komen. Jordi, jullie doen mee met de Easter Open, maar welke club spelen jullie en welk team zijn jullie? Constantia JO 13. Ja, jij hetzelfde natuurlijk, hè? Ja, Constantia JO 13. En wat vind je van het toernooi hier? Ja, leuk. Je mag allemaal tegen buitenlanders voetballen. Dat is wel grappig. En leer je daar ook iets van? Ja, je leert met andere teams een beetje omgaan. Een beetje, kijken hoe andere landen kunnen spelen. Ja, ja. Net gespeeld. Wat heb je gedaan? Dik verloren. Maar hoeveel? 8-0 of zo? Ja, dat is wel heel veel, hè? Ja. Hoe kwam het? Niet fanatiek en niet fel. Dus jullie moeten nog even tegenaan, dus? Ja. Gaan we daar nog een andere wedstrijd spelen? Nee, morgen is weer de volgende wedstrijd. Okay. Ja, voetbal is gewoon leuk, lekker buiten, over het gras kan lekker glijden. Ja, je bent echt ook als een team dan. Hm. En bij andere sporten ben je meer soms een beetje alleen. Ja, het is ook gewoon heel leuk. Ja? Ja. Oké, maak er iets moois van en ga lekker genieten morgen nog. En winnen morgen, hè? Ja, dat gaan we proberen. Ja. Oké, goedjes. Houdoe, hè? Doei. Eerst spelen tegen Kingston Football Academy uit Jamaica. Dat is wel heel ver weg waar die gasten vandaan komen. Ja, dat is ver weg, ja. Dat klopt. Dus je hebt totaal geen voorbereiding kunnen doen, wat voor spel ze spelen, hoe ze spelen. Je weet helemaal niks van de jongens. Nou ja, we hadden al een beetje op Instagram en ze hebben een YouTube kanaal en zo. Dus daar konden we een beetje zien, maar voor de rest hebben we nog nooit, nog nooit gezien. Heb je al eens vaker tegen grote buitenlandse clubs gespeeld? Ja, al vaker eerder in dit toernooi zelf, in binnen Easter Open, hebben we wel eens tegen buitenlandse clubs gespeeld. Je hebt net gespeeld, je komt net van het veld af. Hoe ging de wedstrijd? Het ging wel goed. We hebben goed gespeeld. Moeilijke tegenstander wel. Wel verloren, maar we hebben een goede wedstrijd kunnen spelen. Wie moesten jullie? Ja, we moesten tegen de Denen. Tegen de Denen, oké. Okay. Maar waren ze veel sterker dan jullie dan? Of viel er wel mee? Ja, ze waren wel sterker. Ze komen heel snel in één keer op de bal af. Ze zijn fysiek sterk en ze spelen met z'n allen gewoon heel goed samen. Hé, waarom heb je eigenlijk voor voetballen gekozen en niet voor een andere sport? Omdat vroeger vond ik eigenlijk alle stoere dingen altijd leuker. Toen dacht ik, ik wil gaan voetballen.
en met het team samen. Ik ben graag gewoon met mensen om me heen. En het is een superleuk team, dus dat is gewoon heel fijn om met z'n allen dan te kunnen voetballen. Dat is ook de reden dat je ook nu coach van het team bent. Ja, klopt. Dat is wel. Zo. Hallo. Eddie, we staan hier op het eerste open. Het is voor jou de allereerste keer. Hoe is dat als scheidsrechter? Bevalt het je? Ja, het is hartstikke leuk. Ik loop net van het veld af van de onder 19. 1-1 wedstrijd. Hartstikke mooie wedstrijd om te mogen fluiten. Mooi spel. Alles zat erop. Nou, bestaat dit toernooi al 20 jaar. Jij zegt dat voor de eerste keer gefloten. Heb je het dan pas voor het eerst gehoord? Of zeg je van nou, dit vind ik wel eens leuk om mee te maken? Nou, ik ben eigenlijk nog niet zo lang scheidsrechter. Ik ben pas sinds vorig jaar ben ik KNVB scheidsrechter. En uit die hoedanigheid ben ik ook voor dit toernooi uitgenodigd. Oké, dus zit er wel zin in? Ik heb er echt zin in en ik zou graag hier nog verder terug willen komen. Okay, want je komt hier niet vandaan, ik het zo hoor. Ik woon in Gennep, maar mijn tongval verraadt dat ik uit de provincie Zeeland kom. Ja, dat vermoeden had ik al inderdaad. Dus, maar de sfeer is hier goed, hè? Want vanochtend waren de Italianen op een leuke manier met trommels, met vuurwerk. Het lijkt bijna wel of het professionals zijn. Ja, die weten wel een feestje te bouwen en dat maakt het voor hen niet uit of het vroeg in de morgen is of later op de middag. Hey, ik wens jij nog heel veel plezier en fluit nog hele mooie wedstrijden. Hey, dankjewel. Ja.